Je gaat nu kijken naar een paneldiscussie die we hadden tijdens het Monetary Horizons event, wat we organiseerden op 21 oktober in Leusden. In het panel zat Hester Bais, auteur van het boek Worst Bank Scenario, Bert Slagter van het boek Ons Geld is Stuk en bekende econoom en voormalig BNR-man Kees de Kort. En ik modereer dat en we praten over eigenlijk de verschillende presentaties die langs zijn gekomen en over de problemen die daar zijn besproken en oplossingen voor bijvoorbeeld de euro en de Europese Unie. Ga er lekker van genieten. Als je nou bij een volgende editie van het evenement wil zijn, abonneer dan op dit kanaal. Doe het belletje even aan of ga naar hollandgold.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina. En als je ook meer wil weten over ons bedrijf en hoe je makkelijk en eenvoudig bij ons edelmetaal kunt kopen, verkopen en opslaan, kijk ook eventjes of meld je aan voor een gratis adviesgesprek op ons kantoor. Nu veel kijkplezier. Ja, welkom. Alle drie ook vrienden van de show, zou ik willen zeggen. Met allemaal hebben we een keer gezeten, ook voor ons YouTube-kanaal. Als je nog niet ons kanaal volgt, even een schaamteloze promotie voor ons YouTube-kanaal. We maken elke week video's en interviews. Ga naar youtube.com/hollandgoldvideo's en dan praten we met experts over de macro-economie. Het is niet per se pro-goud. De case is niet heel erg te poren voor goud. Wel langzaam maar zeker begint hij wel een beetje een goldbug te worden. Ik loop te hard van stapel. Maar... Veel te hard van stapel. Even kort voorstelrondje. Kees is natuurlijk bekend van BNR. Daar is hij eruit getrapt of opgestapt. Het is een beetje onduidelijk nog wat precies gebeurd is, maar... Gewoon opgestapt al. Nee, gewoon opgestapt. Rel nicht. Dit is de media. Maar zo komen verhalen in de wereld. Ja. Hij heeft een nieuw thuis gevonden bij ons kanaal. 3 keer inmiddels aangeschoven. Goed bekeken. Dus ik ben blij dat Kees nog steeds te horen blijft. Bert Slagter samen met zijn broer een fantastisch boek geschreven. Ons Geld is Stuk. Nou, dat hebben we vandaag ook. Ik denk dat wel een beetje de rode draad is van vanavond, dat ons geld inderdaad stuk is. En we naastig op zoek zijn naar alternatieven. Verschillende alternatieven zijn natuurlijk al besproken. We gaan met jou uiteraard ook over crypto en over bitcoin praten. En het is altijd fantastisch hoe jij dingen kunt uitleggen. Zoal de meest gevraagde bitcoin-spreker in Nederland. Ook bij de mainstream partijen word je vaak uitgenodigd. Dan moet je ergens in Katwijk wat ambtenaren informeren of ga je weer naar Friesland toe. Je bent de hele dag door volgens mij bezig met de evangelisatie van bitcoin. Dus welkom. Amen, amen. En dan Hester Bais, heel mooi boek geschreven samen met de Wink Zabé die hier voor zit. Voor mij heeft Wink het geschreven en Hester heeft gewoon zitten babbelen. Koop dat boek, Worst Bank Scenario. Het is een heel goed boek. Ik heb het geprobeerd te lezen de nacht voordat we dat interview hadden. Het was net even iets te veel informatie om snel te lezen. Dus moet je de tijd voor nemen. Je moet het eigenlijk een paar keer lezen. Want Hester legt een enorme fraude eigenlijk bloot in het Nederlandse financiële systeem. En met gevaar voor eigen veiligheid. En daar gaat ze mee door. Ze wordt niet gevraagd, helaas nog... door de mainstream media, maar bij de alternatieve media is ze gelukkig steeds vaker te zien. Dus welkom Hester. Dank je. Kees. Paul, zeg het eens, vraag het eens. Wat vond jij van het verhaal van Alfonso? Nou folks, dat is beleggen voor gevorderd. Hè? Ik hoop dat jullie dat in de gaten hebben. Dit is hogeschool beleggen, wat daar werd uitgelegd. Ook heel weinig aan toe te voegen. Ja. Grote mensen, volwassen beleggen. Dus geen crypto's, geen goud, volwassen mensen. Nou, jongens, dit was Kees, hij gaat nu van het foto. Moet ik nou alweer weg? Mag ik naar huis? Ja. Bert, wij spraken net even kort bij het eten. Jij vond het belangrijk om ook even stil te staan bij het belang van het hebben van opties en mogelijkheden. Ook een beetje in lijn met het verhaal van Ab. Wat kunnen mensen nu doen als je dit allemaal eens hoort? En het is al best wel heftig. De scenario's zijn niet positief, maar wat raad jij mensen aan? Hoe ga je hiermee om als mens, als belegger? Of... Ja, ik zat eens te... alles te beluisteren en te denken van wat is nou de rode draad hierdoorheen. Er zijn natuurlijk heel veel aspecten van ons leven zijn langsgekomen. Hè? Dus het gaat over de euro die wankelt. Over moet ik dan goud, moet ik dan bitcoin? Wat gebeurt er dan met de macro-economie? En toen moest ik denken aan wat Nassim Taleb hierover zegt. De Libanees-Amerikaanse filosoof, handelaar en bullshitter op Twitter. Die zegt, naarmate de onzekerheid toeneemt, is het waardevoller om opties te hebben. Heb ik niet over opties op de beurs, maar optionaliteit, alternatieven. Als je 100% zeker weet hoe de toekomst eruit ziet, is het heel duur om opties aan te houden. Want dan moet je precies gewoon handelen naar hoe de toekomst gaat zijn. Maar naarmate het onzekerder is, naarmate er meer scenario's zijn die allemaal stuk voor stuk plausibel zijn, waar argumenten voor te verzinnen zijn, wordt het waardevoller om meer opties te hebben, meer alternatieven te hebben. En het punt is dat de onzekerheid die nu voor ons ligt, die is fundamenteler van aard. In de zin van, het heeft niet zoveel zin om heel erg hard na te denken, heel diep na te denken. Je weet gewoon niet precies hoe morgen eruit ziet. Ja, en dus denk ik van, ja, weet je, moet ik goud? Moet ik een tweede paspoort of een huis hier? En ja, dat lijstje van 10 punten wat jij had gemaakt op de sheet voor Ad. Ja, die opties worden waardevoller naarmate de wereld om je heen onzekerder is. Dus dat vond ik wel een aardige. Maar opties. Kansberekening. Want er zijn natuurlijk hele extreme opties met een kans van 1%. En opties met een kans van 40-50%. Dus dat moet je wel in de gaten houden. En de kosten van zo'n optie. Uiteraard. Goedkope optie. Het is niet allemaal gelijk natuurlijk. Ja, exact. De grote vraag is een hele extreme optie waarbij je heel extreme dingen moet doen. Als het 1% kans is, dan zou ik zeggen, doe het niet. Want het is duur en je moet maar afwachten of het gaat gebeuren. Dus de kansberekening in dat verhaal is wel heel belangrijk. Zeker. Maar dus je kunt op basis van pure macro-economisch framework zeggen, joh, je moet geen goud kopen, je moet geen bitcoin kopen, want risk assets, get the hell out of here. Maar je kunt ook zeggen van, nou, er is een kans, er is een bepaalde waarschijnlijkheid dat we in de komende jaren in een situatie komen dat je wel iets wil buiten het systeem. He, dus dan zie je bitcoin of goud als optie en niet zozeer als middel om met een hoge verwachtingswaarde winst te gaan maken. Nee, maar de les van 11 was net dat de macro-economie bepaalt wat er gebeurt. De basis is macro-economie, valuta's. En daaromheen cirkelen beleggingen. Dus je moet nadenken over de macro-economie. Productiviteit, bevolkingsgroei, inflatie, rente. Want de combinatie van die factoren, die maakt wat er gaat gebeuren. Met beleggingen. En ook met die economie zelf natuurlijk. Kijk, wat je doet, je moet natuurlijk niet beginnen met beleggen, want dat is paard achter de wagen spannen. Beginnen met, wat gaat er gebeuren in ons leven? Wat gebeurt er in onze samenleving? En als je dat een beetje voor ogen hebt, dan kun je gaan kijken, hoe moet ik daar het beste in omgaan in mijn beleggingssfeer? Niet beginnen met beleggen. Beginnen met nadenken over de economie, inflatie en rente. Beginnen met nadenken, dat is denk ik sowieso verstandig advies. Sowieso. Hester, jij hebt heel veel nagedacht. Ja, ik denk sowieso heel veel na. Ja. Dat is ook een probleem soms. Maar ja, wat ik altijd heel interessant vind met dit soort gesprekken en ook presentaties, die overigens super interessant waren, is dat er heel veel aannames in zitten. En mensen die mijn boek kopen weten dat ik heel vaak schrijf natuurlijk heel vaak dezelfde teksten erin. Want op een gegeven moment heb je geen inspiratie meer. En een van die quotes is assumptions are the mother of all fuck-ups. En die gebruik ik ook altijd als jurist in mijn werk. En dat is eigenlijk ook een beetje als ik kijk naar die laatste presentatie van Alfonso. Die goed uitlegt hoe geldcreatie werkt. Kijk. Als je het helemaal afpelt, dan zijn eigenlijk 2 dingen volgens mij belangrijk als je geld gaat uitlenen. En dat is dus de betrouwbaarheid van de tegenpartij. Aan wie leen jij geld uit? Als je dat aan een ondernemer doet, dan wil je daar zekerheid voor hebben. Dat heeft hij ook uitgelegd. Verdiencapaciteit, onderpand. Doe je dat aan een overheid, dan, nou ja, inmiddels leen je die dus ook niet meer uit. Maar dat deed je dus voorheen, was dat veilig, kon je dat zonder onderpand doen. En ja, dat dus zeg maar lenen, dat er geen goudstandaard is, dat is volgens mij gewoon een misvatting. Er is een onderpand vereiste, want anders lenen mensen niet uit. Het is allemaal gebaseerd op vertrouwen. En het probleem van het systeem is dat men die leningen, waar dus ook de toekomstige inkomsten in zitten, punt 1... is gaan verkopen, dus van de balans gaan halen en gaan verkopen, zeg maar. Dus het is een ingewikkeld stelsel geworden. En men is ook de renteinkomsten gaan scheiden van de leningen en apart gaan verhandelen. En dat zijn dan de OTC-derivaten. En OTC staat voor over the counter. En ik ben jurist en wat je ziet is als je naar het bankaire stelsel kijkt, dan zie je dat aan de ene kant dus de activa staan. Dat zijn de leningen die dus langlopend worden uitgeleend. Terwijl je krijgt daarvoor, heeft Alfonso ook mooi uitgelegd, een deposit gecrediteerd aan de liability kant van de bank. En daar zit een renterisico tussen. En dat renterisico gaan banken afdekken met OTC-derivaten. Dus allemaal ook in de jaren 80, 90 ontstaan. Alleen wat je ziet is dat lang uitlenen, kort aantrekken en ook dat apart verhandelen van derivaten, dat veroorzaakt een liquiditeitsprobleem. Waarom? Enerzijds omdat als iemand zijn geld komt opvragen, moet je dat kunnen teruggeven, terwijl je het dus lang hebt uitstaan. Maar anderzijds omdat je dus in derivaten handelt. En het nadeel van derivatenhandel is dat de tegenpartijen, als ze het goed doen, als ze het veilig willen doen, dat je van elkaar hoog liquide onderpand vraagt. Nou, en dan kom je dus bij de vraag, wat is hoog liquide onderpand? Dat zijn staatsobligaties of cashgeld te goede. En nou ja, dan kom je eigenlijk dus in een wereld van onderpand. Hè. Er werd net ook al eventjes dat geopperd van hoe zit het niet met een onderpandprobleem. En wat je ziet is dat tot de kredietcrisis, tot 2007, was die liquiditeit niet gereguleerd. Dus men was bezig met kapitaal van banken, Basel. Maar liquiditeit was eigenlijk niet op de radar van de centrale banken. Waarom? Liquiditeit is niet interessant voor een bank, want liquiditeit kost geld. En dan zie je dus, en dat is mijn vakgebied, de juridische kant, dat werd gezegd van ja, maar die liquiditeit moet er wel zijn. En ook het onderpand werd dus steeds belangrijker. En nou ja, daar in ons boek vragen we ons dus ook af van is de kredietcrisis, was die niet gewoon bekend omdat men wist dat er een heel groot liquiditeitsprobleem was? Of is het een toeval van wat er de boom bust, zeg maar, een logisch gevolg van? En nou ja, omdat dus uiteindelijk alles gekoppeld is aan het onderpand en je dat dus oppompt en het dus ook aan marktwaarde gekoppeld is, is het een soort van systeem wat steeds terugkomt. En de laatste weken hebben we natuurlijk heel veel gezien of nieuws gehoord over wat er in Engeland gebeurt. En iedere keer toen ik dat las moest ik aan jou denken, want de Engelse pensioenfondsen hadden ook onderpandproblemen en zaten ook in de knel met derivaten. Gewoon hele concrete vragen, dat denk ik ook bij de bezoekers leeft. Ik vraag ten eerste aan jou, Hester. Verwacht jij dezelfde soort problemen bij Nederlandse pensioenfondsen? Nou, het gaat anders in Europa, omdat Engeland uit de EU is. Kijk, wat mijn opvatting is, en wat dus ook in het boek beschreven is dat het opkoopprogramma van de ECB is eigenlijk noem ik het onderpandloket van Draghi. Toen de garantieregelingen die in de kredietcrisis werden verstrekt door de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie werden gegeven aan landen. Mind you, Nederland had 200 miljard nodig. Daar hoor je vrij weinig van. Hè. Je hoort alles over de kapitaalinjecties, maar liquiditeit heeft men angstvallig, denk ik, stilgehouden. En wat je ziet is dus dat die zouden eindigen in 2011. En toen heeft Draghi het onderpandloket overgezet. Dus, en die cash die dus gegenereerd wordt, die wordt door banken weer hergebruikt als onderpand voor hun derivaten. En de bedoeling is, in 2008 lag er al een plan van partijen zoals BlackRock om staatsobligaties Europese obligaties dus uit te gaan geven. Juist omdat dat vertrouwen in die lidstaten afnam. De eurobonds. Ja, dus de euro-obligaties. Nou, dat is in 2010 nog een keer geprobeerd met stability bonds. Nou, is ook niet van de grond gekomen. En toen was eerst de bedoeling dat de bankenunie tot stand kwam. Dat was 1 november 2014. En toen kwam Juncker met zijn plan. En dat is eigenlijk de basis voor het Next Generation EU waar we nu in zitten. En dat is eigenlijk allemaal gecreëerd om dat onderpandtekort van die banken te vullen. En tegelijkertijd dus het idee te geven dat die groei moet gestimuleerd worden. Omdat je nieuw geld gaat creëren. Kees? Nou ja, ik denk dat het probleem niet serieus bij de banken zit, maar bij het shadowbanking. Ja, maar dat is onderpand. Met shadowbanking, dat is natuurlijk volledig ongereguleerd. We weten echt niet wat er gebeurt. En die crisis in Engeland was eigenlijk een shadowbanking-affaire. Ja, maar dat onderpand wat er in Nederland of in Europa is ook off-balance. Dat is allemaal shadowbanking. Het is niet zo dat het niet meer gereguleerd is, want de securitizations zijn gereguleerd. Maar ik heb het over veel simpele dingen. Met bedrijven en organisaties die elkaar lenen, met elkaar afspraken maken om een procentje extra te verdienen. En dat is met die Engelse pensioenfondsen ook. Omdat die centrale banken hebben gezorgd voor een minimale rente, hebben die pensioenfondsen gezegd, dan moeten wij gaan kijken of we misschien iets meer kunnen verdienen. En dan gaan we allemaal rare constructies aangaan met leverage. Dus dan gaat de rente, doet iets anders dan wat gepland is, en dan staat er een crisis. En in die sfeer gaat de volgende crisis beginnen. Ergens in de wereld. Daar gaan partijen zichzelf opblazen, omdat ze in de jacht op een iets hoger rendement tegen liquiditeitsproblemen en cash collaterals problemen aanlopen. En dan gaan partijen failliet. En dat gaat zijn effect hebben op de banken. Want die moeten ook hun bankschulden gaan kwijtschelden. Ja, de vraag was oorspronkelijk, gaan we dezelfde soort pensioenfondsproblemen hier zien als in Engeland? Kijk, wat ons wel moet realiseren is dat bij de pensioenfondsen in Engeland alleen maar de Engelse guildsmarkt, de obligatiemarkt en swapsmarkt daartegenover stond. En tegenover de Nederlandse pensioenmarkt staat eigenlijk de hele Europese Euribor swapsmarkt. Dus wij hebben een grotere vijver waar onze steen in valt. Ook al is de Nederlandse pensioenfondsen of pensioengeld is nog groter ten opzichte van de economie dan in Engeland. Daardoor zal Nederland ook al, stel dat onze pensioenfondsen zelf de soort problemen hadden, niet zo snel dezelfde stijging in de staatsobligaties en de swaps en allemaal dat soort dingen veroorzaken. Maar de essentie is, omdat de rente zo laag is, door mijn grote vijanden, centrale bankiers, gaat iedereen met geld zoeken naar een hoger rendement. Mm-hmm. Dat is de kern van alle problemen. En daarin gaan sommige mensen heel voorzichtig. En die nemen genoeg op wijs. Maar dat is gebeurd, toch? Nou, de wereld zit vol met dit. Dat zijn krankzinnige bedragen van allerlei partijen tegenover elkaar. Lang niet alleen financials, maar ook industriële ondernemingen, pensioenfondsen, beleggingsfondsen. Die zoeken allemaal een iets hoger rendement en gaan dan dingen doen. En dan de mensen die het heel voorzichtig doen, die hebben nooit last. Maar je hebt ook de cowboys. Er zijn heel veel cowboys in de wereld. Dus dat gaan gewoon die pensioenfondsen. Dat Engelse pensioenfonds is de eerste. Dat is wat zeggen ze in Engeland weer? De canary in the coal mine. Dat wordt nog veel groter. En daar gaat de crisis mee beginnen. Ergens in de wereld. Ik ben het hier wel mee eens. Alleen het onderpandprobleem is een bijkomend probleem. En er is in 2016 al berekend door McKinsey en dat soort partijen dat om duizenden miljarden euro's gaat. De Nederlandse pensioenfondsen zijn nog steeds vrijgesteld van de clearingplicht. Dus dat betekent als je in die professionele markt handelt, dan moet je via zogenaamde clearinghuizen jouw OTC-derivaten afhandelen. En die clearinghuizen die zijn niet gek, want die zeggen wij willen gewoon echt goed onderpand hebben. En dat is dus geld of hoogliquide staatsobligaties. Nou, die zijn inmiddels bijna niet meer te krijgen. Er is een enorm onderpandprobleem. En nu de rente is gestegen en die Nederlandse fondsen wel op die markt handelen, al die fondsen trouwens, Europees, zie je dus dat partijen willen gewoon hoogwaardig onderpand en gaan partijen met elkaar onderpand ruilen op de repo-markt voor hoogwaardig onderpand. Maar dat is wel omdat er dus regelgeving is gekomen. En we eisen dus dat die clearinghuizen dus dat goede onderpand hebben, dat hoogliquide onderpand. En is er dus een markt voor collateral upgrading ontstaan. En nou ja, dat is dus precies wat. Nou ja, maar kijk, nou praat je alleen over organisaties die nog enigszins onder toezicht vallen. Maar Apple, die hebben bijvoorbeeld 100 miljard op de balans staan. Die gaan dingen doen. Die maken maken met mensen afspraken over hoe zij het willen hebben. Dus dat is dat shadowbankeren. Dat is dat hele grote veld in de hele wereld van bedrijven die geld hebben, organisaties die geld hebben, geld nodig hebben. Die onder elkaar, buiten alle toezicht om, dingen afspreken. Nou, en dan krijg je dus de mensen die veel risico nemen. De mensen die weinig risico nemen, die hoeven zich geen zorgen te maken. Maar de veel risiconemers, er zitten gewoon tientallen tijdbommen in het systeem. Niet zozeer in de financiële wereld, maar veel meer in de rest. Ja. Want dat is totaal onzichtbaar. Als het dus een hoop landmijnen overal, tijdbommen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat de gemiddelde bezoeker die denkt, oké, Het systeem is complex, leverage, collateral, er gebeurt van alles. Maar tegelijkertijd hebben we hier ook meerdere keren gehoord dat de euro, zelfs van Alfonso, toch niet de minste, die zegt de euro is niet sustainable. Als de euro inderdaad valt, hè, en het kabinet en de Kamer kijken niet voor niks naar een plan B. Als de euro inderdaad valt, waar valt hij dan naartoe? Dat vraag ik aan jou, Kees. Nee, waar valt hij dan naartoe? Wat gebeurt er dan? Nee, maar dus er is geen euro meer. Oké. En geen euro meer. En nu? Ja, dat is de vraag. Het gaat er niet gebeuren, jongen. Ja, wat is als de euro valt? Ja, nee, wat is dat? Het gaat er niet gebeuren, man. Wat Alfonso ook al zegt en wat gewoon in elke grote organisatie gebeurt. Dan gaan we bij elkaar zitten en dan typen van een soortement compromis. Dat is toch te groot, jongen? Dat kan gewoon, dat kan wel, maar dat gaat never even gebeuren. Nee, maar de mensen en de bedrijven die zijn dan niet ineens weg. Het is niet dat ineens Europa in de grond is. Alles is toch nog? De mensen blijven bestaan, de bedrijven blijven bestaan. Dus maar het heeft wel een enorme impact op de verplichtingen en schulden en de tegoeden die we hebben. En welke megacrisis denk je ontstaat als we gaan zeggen, we laten hem vallen? Dat gaat er niet gebeuren, Paul. Jongens, dat is mooi van vandaag, dat je de verschillende geluiden hebt. Dus enerzijds ik zou het leuk vinden dat Ab erop reageert. Maar dat komt straks wel. Over Ab gesproken, in vergelijking met Ab ben ik een lachenbekkie, hè? Ik wou net zeggen, ja. Dat is, Kees. Mooi. Ja, dat is waar. Kees is het zonnetje in huis getekend. In dit theater ben ik het zonnetje in huis. Dat ik dat dan nog meemaak. Maar zonder gekheid. Zonder gekheid, wel. Kijk, wat het probleem in de oorzaak van alle problemen. Jij kent mijn favoriete stokpaardje, Paul. Moral hazard. Als het misgaat, moet jij opdraven voor je fouten. En wat is nou de afgelopen 30, 40 jaar gebeurd in de wereld? Als het ergens misgaat, gaan we kijken wie ons gaat helpen. En de overheid stapt in en de centrale banken stappen in. Daardoor wordt er nooit iets opgelost. Er wordt altijd vooruitgeschoven. Moral hazard is de oorzaak van alle problemen. En meer smaken zijn niet. Want als mensen gewoon failliet kunnen gaan op tijd, als het nog niet uit hand gelopen is, dan krijg je gewoon een klein schokje in het systeem. Ja. Daar leren we van en dan gaan we verder. Als je moral hazard uitschakelt op klein, middelgroot en groot niveau, dan ontspoort alles gewoon in de loop van de tijd. En dat is gewoon het proces wat er gebeurt. Als we terugkomen op moral hazard en gewoon mensen laten vallen, bedrijven laten vallen, had je hem niet moeten doen, dom geweest, weer de bijstand in en opnieuw beginnen. Dan zijn we van een heleboel problemen af. En hoeft die euro kan sowieso blijven en dan blijft het helemaal. Hester, ben jij ook zo eurofiel als onze... Nou, niet overdrijven, maar laten vallen gaan we niet doen, jongen. Dat is echt no way dat dat gaat gebeuren. Nou ja, ik ben niet eurofiel meer. Dat is zeker niet, terwijl ik dat in mijn studie echt wel heel erg was. Dus er is toch iets ergens misgegaan. Ja, geknakt, ja. Mijn vertrouwen in de euro. Ik wil daar nog wel... Ik ben het hier absoluut mee eens. Een heel groot probleem, moral hazard. Maar er wordt gezegd van... het is het niet gereguleerde systeem. Maar het gaat juist om dat die regels er nu wel zijn. Juist voor de liquiditeit en voor die margin calls. Wat betekent dat als die rente heel erg beweegt, dat die liquiditeit er gewoon moet zijn. En dat zal gewoon enorme systeemrisico's gaan geven. Vervolgens wordt er weer met een nieuw programma van de EU 800 miljard over Europa uitgestrooid. 200 miljard gaat naar Italië. Nou, wij lazen dus al 2 jaar geleden dat de Italiaanse maffia al heerlijk dat aan het uitgeven is. Nou zeg ik tegenwoordig, zijn wij ook Nederland of Sicilië aan de Noordzee. Dus bij ons worden ook de meest vreemde projectjes opgericht. En dat wordt ook nog allemaal gesubsidieerd. En iedereen is ook allemaal gesubsidieerd door Brussel, dit event. Dus we hebben er ook... Ja, heerlijk. Ja. We kunnen alles doen en we denken echt van wat leuk. Alleen waar we een beetje te weinig over nadenken is dat deze enorme schuld... die dus al op de enorme schuld die er was... Ik dacht dat het uiteindelijk om 1200 miljard gaat, maar het neemt met een maand toe... dat we dat neerleggen bij onze kinderen. En dat we straks dus allemaal bedrijven hebben die toch wat minder rendement gaan opleveren of wat minder bestaansrecht hebben omdat het in de zakken is gekomen van de verkeerde mensen of gewoon in allemaal niet rendabele projectjes. Hè? Want we weten allemaal het succes van Wouter Bos in NL Invest en dat soort partijen. Dat is dus iets wat na ons dus ontvloedt. Nou Bert, je hebt een vader, je hebt kinderen, hoe zie je dat? Nou kijk, je kunt wel dus allerlei zeg maar, signalen aanwijzen van je zegt van oké, daar zit een risico. Hè? En dan kan je de vraag stellen, wat als de euro valt? En dan zegt Kees terecht, er gebeurt niet, want tussen het ontsporen van allerlei van dat soort onevenwichtigheden en het moment dat de euro gevallen is, er zit een ongelooflijk grote wereld aan allerlei totaal onpopulaire maatregelen die men wel kan nemen. En dat zijn zo ongelooflijk veel dingen die je nog kunt verzinnen. Nee. En de instrumenten worden natuurlijk op dit moment zo één op één in stelling gebracht. Denk aan Central Bank Digital Currency, we hadden het al even over. Waar je natuurlijk allerlei dingen mee kan doen. Ja, nee Kees, ik bedoel, het is een fantastisch instrument als je... Ah, nog even Kees' reactie daarop en daarna gaan we even wat vragen van het publiek. Nee, maar ik wou nog iets anders zeggen. Nee, dat is wel belangrijk. We denken dat geld alles oplost. Er is een probleem, geef geld. Nee, met geld win je tijd. Er is een probleem, geef geld. Ja, en dan? Wordt er eens opgelost? Italië, kunnen we geld geven? Dit is mis in de Italiaanse economie. De Italiaanse moeten de economie hervormen. Dan krijgen ze veel meer kansen. Heel veel dingen... Die gaan ze niet doen, toch? Nee, maar dat maakt niet uit. Maar nee, omdat ze geld geven. Waarom zou je doen als je geld... Je chanteert ons. Het kan dus nog heel lang zo gaan. Nee, wij moeten hardball spelen. En kijk, het punt is, geld geven lost niks op. Never. Geld... En hoe ziet dat eruit, hardball spelen? Nou, gewoon naar de klote laten gaan, die Italianen. Alfonso, kom erbij. Nee. Maar met die woorden gaan we even... Zo leuk om het publiek ook met te betrekken. Als we even een microfoon... Kees, geef jij je microfoon maar weg, want er komt alleen maar... Censuur. Ja. Heb je nog een extra microfoon of niet? Oh nee, Kees, je mag... Nou, je bent nou teruggedraaid. Hè? Je werd gecanceld. Omdat ik censuur heb geroepen, hè? Daar wil je niet verantwoordelijk voor zijn. Oké, wil ik eerst toch even een app? Want die werd toch een... Ja, Ab, nee, ik zeg alleen dat ik een lachenbekje ben in vergelijking. Ja, Ab, jij bent eigenlijk inderdaad... Kees is een hele positieve goeroe. Een soort van Michael Pilarczyk. Ik ben een groot fan van Kees, al jaren Kees. Daar ga ik er heel duidelijk over zijn. En ja, sorry dat ik even nu de bad guy ben deze dag. Eindelijk voor de eerste. Ik wil even één ding corrigeren. Ik geloof niet dat de euro valt. Wat ik zie is dat de euro namelijk steeds zwakker wordt. Ja? Maar tegenover welke munt dan, Ab? Geen idee. Ik weet het niet. Maar die euro kan op deze manier, zoals we nu met de euro omgaan, kan niet in stand blijven. Nee, maar je moet realiseren, de valuta is een relatieve prijs. Ja. Ook al gaat het hier kut, ja. Als het elders kutter gaat, gaat onze munt omhoog. Maar de euro is stabiel ten opzichte van de pond. Ja. En de yen. Sorry. Maar dat knippen we er wel uit. Maar het is wel zo. Censuur. Nou, kijken, nog sorry voor taalgebruik, maar het moest even duidelijk gemaakt worden. Heeft iemand een leuke vraag voor Hester, Kees of Bert? Arne Wellens. Klein huishoudelijk dingetje dan misschien. Want er gebeurde net iets heel interessants. Er werd gezegd, je euro gaat dan misschien een beetje KUT. Ik kom uit de Bijbelbelt, ik mag niet schelden. Maar toen zei jij van... dan gaan er een hele hoop dingen gebeuren voordat het klapt. Dat is eigenlijk al wat iedereen zegt. Dus je gaat het niet zomaar laten klappen. Dan kun je allerlei dingen bedenken. Toen gingen jullie een beetje testosteron door elkaar heen. Maar waarom zou CBDC dan geen oplossing zijn voor... dus binnen de reeks maatregelen die je zou willen nemen... om die euro toch nog eventjes te redden. Waarom zou je daar geen CBDC voor moeten gebruiken? Vraag je dat aan mij? Ja, want dat dat is totaal niet nodig. Er zijn genoeg oplossingen denkbaar. Wat natuurlijk net al gesuggereerd werd. Die oplossingen zijn niet prettig. En we zijn natuurlijk gewend geraakt dat als er een probleem is... dat het afgekocht wordt met doekoe. Ik woon in de Bijlmer. Maar dat lost het probleem niet op. Als je gewoon zegt van jongens... we hebben met elkaar of jullie hebben met elkaar domme dingen gedaan... dan moet je de moral hazard... dan moet je de prijs betalen. Dan kun je heel ver komen met een aantal pijnlijke... maar ja, het is voor die mensen niet leuk... Het is allemaal pijn, maar dat hoort bij groot worden. Hè? Dat je gewoon een keer op de laren zit. Dat je gewoon niet gered wordt door je moeder. Maar dat je gewoon gaat zeggen, ik ben de klos. Ja, maar dan denk je dat het opgelost gaat worden. Dat is het begin. Dat is het begin maar geld geven is geen oplossing. Ik denk dat voordat ze op het punt aankomen te zeggen van... jongen, we zullen door de zure appel heen moeten bijten. Ja. Dat er nog ongelooflijk veel dingen zijn die ze kunnen doen. Inderdaad, kicking the can down the road. En die debt to GDP wordt steeds hoger. Allemaal waar. Alleen er zijn allemaal middelen. Dat kan met het worteltje en het kan met een stok. Hè? Dus je kunt mensen verleiden door geld op rekeningen te storten. En je kunt... met een stok slaan, namelijk mensen dwingen. Alfonso zei net ook al, na elke crisis is Europa toch weer ietsjes... dan uiteindelijk gaan ze toch in de Kamer om eruit te komen. Ja, een van de argumenten tegen Europa is... het zijn 19 jurisdicties, werd er gezegd, of 28 landen... en het is allemaal hartstikke lastig. Ja, tot het punt komt dat ze zeggen van... het probleem is nu zo groot dat we dan toch maar iets van een politieke unie gaan. Dat toch een klein stapje, toch maar eurobonds, toch maar dit. Ja. En dan kan een central bank digital currency helpen... omdat je iets meer mogelijkheden geeft voor dwang... of om dingen af te dwingen, of om dingen te regelen. Dus de oplossing is gewoon... Het is allemaal kicking the can down the road. Er wordt nog niks opgelost. Maar het probleem is natuurlijk van handhaven. De afspraken bij de euro in 1998 die waren duidelijk. En waarom is het ook misgegaan? Omdat de partijen zich nooit aan de eerder gemaakte afspraken hebben gehouden. Nee, dus dan maken we nieuwe afspraken. Dat gaat dan, dat is ook met die gouden standaard natuurlijk geweest met Nixon in 1971. Nixon heeft gewoon gezegd, no mas. En dat is ook een probleem in het maken van afspraken met elkaar. Als je gewoon in essentie ook niet bereid bent om je eraan te houden. Dat is één, dat heel veel mensen, om dat niet af te dwingen... Ja, weet je, dan heeft het maken van afspraken niet veel zin meer. Ja, politicians will be politicians. Er moet een bereidheid zijn, om gewoon het mes op tafel te leggen. Ja. We hebben afgesproken, jij doet het niet, dit gaan we doen. En dat om terug te komen op die euro, dat weten we allemaal wel. In 2007 of 2008 of 6 of 7, toen de 3%-norm nog van toepassing was, waren Duitsland en Frankrijk landen die over die 3% heen gingen. Nou, ja. Gebeurde er wat? Nee. Nou, wat denkt dan de rest van de eurozone? Als de grote voorstanders hiermee wegkomen, dan komen wij ook overal mee weg. Dus zo kruipt de rots in een systeem. En dat is geen kwestie van vandaag of morgen. Maar dat is begonnen in 2005, 2006. En al langzaam maar zeker komt er nog bij dat we mensen geen pijn willen doen. Dat we met geld denken dingen op te lossen. Moral hazard. En nou is 2022 en zitten we in deze situatie. Duidelijk. Hester. Ja, ik wil nog even op Arno inhaken over CBCD, want daar lees je ook heel weinig over. Maar in mijn beleving wordt dat gewoon nu achter de schermen opgetuigd. En we lazen inmiddels, of onlangs, dat Wellink terug is uit China. Dat zou dan komen omdat hij in één keer de problemen zou hebben hoe dat land tegenover Rusland zou zijn. Terwijl... We hebben al van Arno ook gehoord dat de mensenrechten daar al jaren worden geschonden. Maar dat blijkbaar dus geen probleem was. Maar wat ook toevallig is dat China de digitale centrale bankmunt inmiddels heeft. En dat de Shanghai Corporation, een van de grootste... dat is de helft van de wereldbevolking waar China, Rusland, India, Pakistan, al die landen in zitten... Rusland is niet geboycott door het IMF. Er is een bridge onlangs opgetuigd tussen het Midden-Oosten, ook in centrale bankgeld. En we hebben een prachtige UBS die samen met ING, Ralf Hamers, hoi, die bezig is met het optuigen van Finality. En Finality is ook een crypto organisatie die interbankair payment gaat afwikkelen. Dus... de liquiditeit wordt opgetuigd. Dat is jarenlang al bekend in de professionele markt... dat dat wereldwijd moet worden, want dan hebben we veel groter speelveld. En ik denk dat een kwestie van tijd... dat achter de schermen op wordt getuigd. Dus Wellink heeft stage gelopen in China... om het straks hier in Europa uit te gaan rollen? Nou ja, we hebben nu... Er stond ook een paar weken geleden in het nieuws... dat we niet meer willen investeren in China. Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat we die bonds tijdelijk hebben gekregen... voor het oplossen van ons eigen liquiditeitsprobleem. En nu krijgen we Next Generation EU, dus EU-bonds... En willen we geen Chinese bonds meer in het systeem. Dus het is het probleem is, als je niet het hele plaatje kan overzien... dan kan je ook niet gewoon een goede oplossing bedenken. En daarom heb ik het boek ook geschreven. Dat ik dacht van, als iedereen dat deel ook gaat begrijpen... dan kunnen we misschien met z'n allen... want het is zo interessant als je ziet wat er vandaag allemaal verteld wordt. En als je dat samenvoegt... Ik sprak Thomas Bolle, die heeft met Carlijn prachtig het geldstelsel in kaart gebracht. Echt... supermooi. Dan denk ik, dan kunnen we in ieder geval gaan nadenken over een alternatief. Maar dan is het wel handig als je de hele kaart kent. Laten we nog even wat vragen uit het publiek pakken. Hiervoor, meneer, met een vraag. Ja, ik heb toch een vraag over Bitcoin. Dat werd gepositioneerd echt als een risk asset. Maar het wordt inderdaad verhandeld, sterke correlatie met Nasdaq. Maar Bitcoin is in wezen toch niet in essentie een risk asset. Ik denk door de fixed supply... dat het juist als een de-risk asset in de long run is. Nou, meneer, van 1 naar 20, naar 15, naar 60, naar 20. Geen risk asset? Nou, ik denk dat is, als ik daar even op kan antwoorden, ik denk dat Bert er ook wat over wil zeggen. Kijk, je moet bitcoin en goud zien als iets buiten het systeem. Dus het kan inderdaad... Nee, maar dat is de speculatie. Is niks mis mee. Maar je kan dus... Geef de microfoon. Ja, dat wil niet liefst, hè? Tijdelijk kan het inderdaad gecorreleerd zijn met aandelen, met andere assets. Maar als er echt een probleem ontstaat en als die euro toch valt... of er gebeurt iets met een relatief kleine kans misschien... maar dan is het prettig om iets buiten het systeem te hebben. Kan goud zijn, kan bitcoin zijn, kan een stukje grond zijn. En zo moet je, denk ik... Nou, je moet niks, maar dat is mijn overtuiging. Zo kun je, althans, iets als bitcoin of goud zien. Het kan een tijdje meedansen met de cycli... maar als er echt shit is, dan heb je in ieder geval iets buiten het systeem. Maar Bert, ik voorstel dat jij... En daarna Kees uiteraard ook nog. Nee, dat heb je heel goed gezegd, Paul. Ja, nou, dat is mooi. Kees? Nou. Nog een vraag. Dan heb je bezittingen. Dus heb je een pc en er staat iets op. Ja. Maar kun je er brood mee kopen? Nee. En wie accepteert die? Wie accepteert dat? Ik. Bent u bang? Heel nog op links. Daar kunnen we heel even over hebben. Kijk, bitcoin is een geldsysteem wat helemaal op zichzelf staat. En het is een technologie. En zoals voor heel veel, eigenlijk voor alle technologie geldt, dat mensen het gaan gebruiken. De massa gaat het gebruiken zodra het beter is dan het alternatief. Dat geldt ook voor robotstofzuigers en voor elektrische auto's. En in Nederland, honestly, is bitcoin voor bijna niemand beter dan het alternatief. Want we hebben een... Eigenlijk prima functionerend betaalsysteem. 17%? Nou ja, van de mensen heeft het. Hoog voor allemaal, het grootste gedeelte van de Nederlanders die cryptootjes hebben, dat is allemaal speculatie. Maar er zijn natuurlijk mensen voor wie bitcoin nu al beter is dan het alternatief. Dat zijn de mensen die worden uitgesloten, die niet mee mogen doen, gecensureerd worden. Die in een land leven met 100% inflatie. Libanon, Turkije, weet je, die orde grootte. Die van het geldsysteem afgesloten worden vanwege hun mening of omdat ze bij de oppositie horen. 4 miljard mensen leven onder een totalitair regime. 800 miljoen mensen in de wereld die krijgen geld vanuit het buitenland gestuurd, omdat een van hun familieleden daar werkt. Weet je, die betalen wel 20-25%. Er zijn allerlei mensen. Dus ook wel grappig als je gaat kijken in de adoptie van bitcoin. Waar wordt het nou gebruikt? De top 20 landen staat geen één Europees land in, maar wel allerlei landen waar het geld nu in praktische zin en dagelijks in stuk is. Dus zo moet je ook naar bitcoin kijken. In Nederland, als je in West-Europa kijkt, wanneer gaan wij het gebruiken? Of als bitcoin beter wordt dan het alternatief, of als het alternatief slechter wordt dan bitcoin. Tot die tijd kan je dit soort grapjes maken. Dus dat is prima. Maar dat is prima. Okay. Ja, dat klopt. Hier nog een vraag. Ja, ik vroeg me nog even af... We hebben een hoop problemen, hè? Een heel landschap vol landmijnen, hoorde ik. Dat is helder. Maar even in het kader van oplossingen. Ik ben wel benieuwd hoe jullie alle drie denken over hoe realistisch is het? En in hoeverre lost het iets op door bijvoorbeeld goud te gaan herevalueren? Ja, om te kijken naar de balansen van centrale banken, overheden, et cetera. Hester, jij weet veel van balansen, van banken. Goud herwaarderen, we hadden vanmiddag al even over gesproken. Jan Nieuwhuis, die weet er veel vanaf. Hoe zie je dat scenario voor je? Nou ja, herwaarderen is natuurlijk altijd handig, want dat doet de ECB eigenlijk ook. Want die heeft geen IFRS, dus die zegt gewoon dat het een andere waarde heeft. Ja. Dus als je dingen een andere waarde geeft, kan je heel veel problemen oplossen. Dus ik denk dat het vooral erom gaat dat duidelijk wordt dat we enorme leverage erin hebben zitten. En dat duidelijk wordt wat die leverage is. En of dat aanvaardbaar is en hoe je dat kan... Ik hoop zelf eigenlijk dat we gewoon naar veel kleinere systemen gaan. En wat al gezegd wordt van op het moment dat het vertrouwen in Nederland wegvalt in het geldsysteem. Dan zal je toch zien dat er alternatieven... Er zijn al alternatieven, die zijn ook kleinschalig. Florijn is laatst benoemd. Ik zag een interview bij Marlies Dekkers. Dat soort systemen kan natuurlijk echt prima functioneren als je dat gewoon lokaal gebruikt. En ik hoop dat er gewoon meerdere systemen naast elkaar zullen komen die gewoon wat eerlijker zijn opgetuigd. Waarbij het functioneel is als betaalsysteem en niet het gegraai wat nu plaatsvindt. En eigenlijk het probleem wordt afgewenteld op de ondernemers in de semi-publieke sector. Duidelijk verhaal. Nog een vraag? Vincent? Ik heb al van goud gesproken. Maar je kan het punt is... Ga maar, Kees. Kijk, ik begin... We moeten meer gaan nadenken over de centrale banken. Is mijn stellige overtuiging. En ik ben zelfs geneigd om te gaan zeggen dat we het zonder centrale banken moeten gaan doen. Want wat krijg je dan? Dan moet je namelijk zelf gaan nadenken. En maar kijk, als je gewoon op een rijtje zet wat die de afgelopen 20 jaar kapot hebben gemaakt. Dat is echt serieus veel. Hè? Echt heel veel problemen zijn rechtstreeks 1 op 1 terug te voeren op het wanbeleid van de centrale banken. En iedereen kruipt erachter. Dus als nou gewoon zonder centrale banken, dan ben je overal zelf verantwoordelijk. Feit. Moet je zelf nadenken. Jezelf is dan het ministerie van Financiën? Nee, dat ben jij. En dat is... gewoon vrije markt. Van de vrije markt, ja. Okay. Dan gaan dingen mis. Maar dat hoort ook wel bij een vrije markt. En dan kun je niet meer verschuilen achter iemand anders. Je hoeft niet te gaan kijken wat andere mensen doen. Want nou met die rente, de inflatie is 9 en de rente is 3. In een normale economische situatie kan dat niet. Negatieve rente kan niet. Al die totale geks in het financieel stelsel, die allemaal leiden tot hele rare aanpassingsprocessen die problemen groter maken, zijn een 1 op 1 resultaat van het beleid van de centrale banken die niet doen wat ze moeten doen. Orlandhaven. Ik vraag me af of dat kan in Nederland met de rubberen tegels die we overal omheen leggen. En want het punt is namelijk een beetje dat je dan dus, als je dan zelf een keus maakt die verkeerd uitpakt. Want mensen gaan doen van, oh daar krijg ik 2%, oh daar 3, oh daar 4, oh daar 5, oh daar 6, oh daar 9, pff, dood, weet je wel. En dat gaat... En als, dat gebeurt 1 keer. En dan denk je, ja, ik moet daar beter opletten. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij crypto, hè? Cryptootjes. En dan vervolgens zegt de overheid, hier moeten we regels voor maken. Want allemaal zielige consumenten die dan geld verliezen. Dat bedoelde ik net, of tenminste had ik het net over, met alles in geld oplossen. Je zet je vinger omhoog, ik ben zielig, jij krijgt geld. Dat is de oorzaak, dat is een van de grote oorzaken van alle problemen. Dat je niet meer verantwoordelijk wordt gesteld voor je eigen acties. We moeten mensen weer als volwassenen gaan behandelen. Laten we daar eens mee beginnen. Dat is niet makkelijk hier, maar het moet wel lukken. Hester? Ja, ik zou daar nog op willen aanvullen dat we transparantie moeten nastreven. En dus ook willen weten wat daar bij die Europese Centrale Bank gebeurt. Want dat is natuurlijk allemaal politiek geworden. Bom eronder. En de Bank for International Settlement noem ik maar even. Ik noem even NGO's zoals de World Economic Forum, dat soort clubjes. Uiteindelijk als in mijn ogen ongezonde systemen die drijven op informatieasymmetrie en perverse prikkels. En als je die eruit haalt, dan denk ik dat het leven al een stuk aangenamer wordt.